En dit is een mooi stuk, zeker straks in de finale. Het wordt nou alleen maar drukker natuurlijk. Dan word je hier echt, ondanks dat het in de laatste meter zit, dat je helemaal stuk zit, word je nog op handen gedragen. Dus een heel mooi moment als loper. Ja, jij hebt het meegemaakt, met name 2008, toen jij hier een goede marathon liep, Benelux kampioen werd. En ongetwijfeld herkend werd door het publiek. En dat is als Nederlander, als provinciegenoot, misschien nog een extra steuntje in de rug. Ik had toen ook wat lopers van vooraf één kunnen halen. Dus ik zat net niet in de top 10 geloof ik toen. En dan word je wel nog eens extra aangemoedigd, inderdaad. Nou, hier het veel geroemde stuk op de straat om zijn eind. Daar gaan we zo doorheen komen. De kroegen, de terrassen en een blauwe lucht. En dat gaat over het algemeen heel goed samen. Zeker de tweede zondag van oktober als de marathonlopers er langskomen. Hier het straat op Zijnt. En het valt me elk jaar weer op die gele streep die daar op de grond getrokken wordt. Dat iedereen zich daar toch heel gedisciplineerd aan houdt. Hoe druk het ook is, hoe groot het enthousiasme ook is. Toch nooit problemen die je de laatste jaren bijvoorbeeld bij Tour de France doorkomst of zo wel eens ziet. Dat mafkezen in het publiek de aandacht proberen op te eisen. Hier is respect voor de marathonlopers. Terecht natuurlijk. Leveren een fantastische prestatie. En moeten gewoon doorgang hebben hier. Ook in dat smalle stuk van het Slaan om Zijnt. En die moeten niet gehinderd worden door de mensen die bijvoorbeeld de weg over willen steken als zij er net aankomen.